Vanuit het kleinhandelsgebouw in Sammelsdijk heet ik u welkom in de huiskamer. Mijn naam is Andrea Stribos en mijn gasten zijn Niels en Ineke Snoek. Welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. Toen ik jullie vroeg, zeiden jullie, wij? En nu zitten jullie hier. Waarom, wat verbaasde wij? Waarom zo verbaasd? Ik kwam gewoon het onverwachte hoek. Ja, oké. Zijn wij bijzonder genoeg? Nou, me dunkt. Ja. Weet je, we gaan zo praten over waarom het bijzonder is wat je doet. Oké. Maar eerst even, wie ben je? Ik ben Ineke Snoek. Ik woon in Dirksland en al 30 jaar. Ik maak beelden. Jij maakt beelden. Onder de naam Beelden van Pien. En dan denken mensen van, ja, maar je heet toch Ineke? Maar mijn vader noemde mij altijd Pien. Okay. En dat is, mijn vrienden hebben dat overgenomen. Dus de meeste mensen zeggen Pien. Jij zegt ook altijd Pien. Dus leuk. Ik vond dat wat vlotter klinken dan Beelden van Ineke. Ik denk, nou, dat is een betere, dat klinkt gewoon beter. Ja. Beelden van Pien. Doet dus vandaar. Oh ja? Ja, die heeft ook allemaal zo'n naam. Ken je Joop Terwijl? Joop Terwijl, ja, dat is lang geleden. Ja, hoor. Ja. Dan heb je Pop en Pien. Oh ja, en precies. Gewoon al die, ja, dat, dat is namen. Waar. Dat ja. Is leuk. Ja, ja, ja. Het is heel grappigs op. En wat doen je beelden eigenlijk ook? Ja. Ik ben begonnen. Als kind tekende ik altijd al heel erg veel. Alles natekenen, de Donald Duck en van voor tot achter ongeveer. En ik wilde op een gegeven moment toch naar de kunstacademie. Maar dat mocht niet van mijn vader. Mijn vader vond dat ik een beroep moest leren wat geld in het laadje bracht. Ja. Ja. Dus ik wist eigenlijk niet wat ik dan zou willen. Dus dan word je getest. En was, nou, ze is wel leuk met kinderen, ga maar iets met kinderen doen. Dus dat werd de kleuterkweek. Ik heb de kleuterleidersopleiding gedaan in Utrecht. Heb ik 4 jaar voor de klas gestaan. Toen had ik het eigenlijk al min of meer gezien. Toen heb ik gesolliciteerd bij Sport en Recreatie Rotterdam. En kwam ik te werken op een biologisch centrum met een kinderboerderij erbij. En daar heb ik 8 jaar gewerkt. Daarna kregen wij kinderen. En het tekenen was eigenlijk een beetje op de achtergrond geraakt. Maar op een gegeven moment begon het toch weer te kriebelen. Ben ik een opleiding gaan doen aan de LOI, cartoon tekenen. Ja. Ja. Dat kun je zien, hè? Ja. Ja, ja, ja. En er zijn ook wel wat opdrachtjes uit voortgekomen. Maar op een gegeven moment ging een vriendin van mij, die ging bij een andere vriendin die zelf erg kunstzinnig was, ging ze kleien met zelfhardende klei. En ze zei tegen mij, heb je geen zin om mee te gaan? En ik dacht, ja, wat moet ik daar bij? En nee, ik ben meer een tekenaar, laat me zitten. Nee, ga nou mee. Dus ik ben toch meegegaan en dat maakte ik mijn eerste kikker. Met een handdoekje om op een rots. En ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Ja. Dus ik dacht, nou, dat ga ik thuis ook doen. Maar dat was nog met zelfhardende klei. Dan maak je eerst een draadfiguur en daar ga je omheen werken. Dus je kan iedere keer bijsmeren. Ja. Nou, dat was leuk. En mensen wilden het hebben, dus dat verbaasde me. En ik begon met kikkers, hè. Ja. Ja, nou, die waren zo vertrokken. Ik begon met wat werk neer te zetten in de theetuin, in Herkingen. Mm-hmm. Dus dat was, dat was erg leuk. Maar op een gegeven moment kreeg ik ontzettend eczeem van het materiaal. Dus kon ik dat niet meer doen. Mocht ook niet meer van de dermatoloog. Dus toen dacht ik, ja, wat nu? Want ja, ik was toch wel verslingerd eraan geraakt. Ja, ja. Dus toen dacht ik, nou ja, dan moet ik met gewoon echte klei gaan werken. Dus toen heb ik een paar lessen genomen bij Kees Dirkswager uit Melisand. Dankjewel. En toen ben ik het zelf verder uit gaan bouwen. En ik dacht, nou ja, dat cartooneske, dat vind ik gewoon leuk. Ja. Ik vind het leuk om er een grapje bij te maken. Alle beeldjes hebben ook een titel. Dat wordt op een kaartje gedrukt met een fotootje van het beeldje. Ja. En ja, de tekst en het beeldje versterken elkaar. En dat vinden mensen vaak heel erg leuk. En dan moeten ze erom lachen. Deze heet bijvoorbeeld Vrijdagavond. He, dus ja, het is vaak heel herkenbaar voor mensen. Ja, ja, ja. En dat maakt dat ze erom moeten lachen en dat ze er vrolijk van worden, hoor ik vaak. Ja, absoluut. Ja. Nou, deze is dan wat ernstiger. Dat heet Lost. He, je staat in deze wereld en ja,
Nee. Uiteindelijk ben je toch alleen, je staat er wel met z'n tweeën, maar welke kant moet je op? Ja. En dit is ook weer een aardig dametje. Op stap heet ze. Dus ze is mooi uitgedost. Maar zo zijn er allerlei onderwerpen waar je het over kan hebben. En mensen vragen altijd van ja, waar haal je ideeën vandaan? Ja. En dan zeg ik, ja, je hoeft eigenlijk maar om je heen te kijken. En dan zie je het vanzelf. Ja. Ja. We gaan er zo over verder. Ik vind het heel erg leuk. Ik ga nou even naar die meneer naast jou. Prima. Want volgens mij kennen jullie elkaar. Dacht ik zo te merken. Ja, ja. Niels. Klopt. Wie ben jij? 50 jaar geleden zou ik gezegd kunnen hebben, ik ben onderwijzer. En nu zeg ik, ik ben ondertussen wijzer. Oh, oké. Okay. Vertel. Nou ja, je bent ondertussen wijzer. Wijzer geworden. Ja, ik snap het. Ik snap hem. Ja, en daarvan vind ik dat ik zelf zou kunnen zeggen van, ik voel me een levenskunstenaar. Ja. Ik heb van alles en nog wat gedaan, maar ik hou me vooral met ideeën bezig. Ja, en met beeldende kunst heb je ook bezig gehouden, begrijp ik. Ook, maar dat was dan niet zozeer dat je zegt je maakt een object, maar het was voor mij altijd een serie objecten waar een verhaal aan vast staat. Ja. Je bent een verhalenverteller. In gedichten. Ook, ja. 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 Maar je zou kunnen zeggen dat ik een poos lang poppenspeler was. Heb ik ook een hele tijd gedaan. Ja. En ik heb dus ook bij sport en recreatie gewerkt. Daar heb je ook al leren kennen. Educatie. Maar ook daar ging het altijd om ideeën en plannen en dingen bedenken. Ja, en ik ken je natuurlijk wel een beetje. Jij bedenkt niet alleen, je gaat ook uitvoeren. Een heleboel dingen voer ik uit. Ja. Een heleboel dingen ook niet. Oh, maar er zit nog meer in je dan wij zien. Ja, er zijn altijd veel meer ideeën. Ja. Maar ja, niet alles is altijd even praktisch. Ook dat, ja. Dus ja. Nee, maar je bent dus nu, je bent de motor eigenlijk van de reizende dichters. Klopt. Ja, en de reizende dichters. Voor die drie kijkers die niet weten wat dat is, kun je dat even heel kort uitleggen? Dat is een collectief van vrije tijdsdichters hier op Flaké en omstreken. Zo noem ik het dan maar. Ja, yeah, ja. Yeah. We bestaan ruim 10 jaar. Zo'n jaar of 11, denk ik dat we zijn. We geven boeken uit. We geven tijdschriften uit. Ja. Yeah. Dit tijdschrift zal als de uitzending net uitgekomen zijn. Want die komt 6 juli pas uit. Okay. Dus die is nog onder embargo eigenlijk. En dit is het boek wat we dit jaar, of eigenlijk vorig jaar, hebben uitgegeven. Ons laatste bladenboek over de geschiedenis van schrijvers op Goeree-Overflakkee. Oké. Okay. En dat is natuurlijk wel, vinden wij heel erg leuk om dat gedaan te hebben. We eren die schrijvers. Noem eens wat. De schrijvers die erin staan. Ja. Het begint bij Tannigje Blok uit de 17e eeuw. Ja. En dan Willem Walraven ook? Willem Walraven staat er natuurlijk in. Maar ook Abraham de Rauwviel, Hendrik de Veer, Alettes Anemaat, Jan van Heest, Arie Bouwman, Flip den Eerzame. Ed Hoornik ook. Die komt ook hier vandaan? Nee, die komt niet hier vandaan, maar heeft natuurlijk wel een van de belangrijkste gedichten over Flaké geschreven. Want het is tot nu toe het enige gedicht wat in de buitenruimte van Flaké te vinden is. Dat gaat over Te Middelharnis is een kind verdronken. Ja, ik wou zeggen over een kindje dat verdronken is. Ja. Hij was journalist in Den Haag en hij las dat bericht in de krant. En daar heeft hij dat gedicht over geschreven. Oh, wat leuk. Ach, wat maar leuk. Flaké is een witte vlek voor poëzie in de buitenruimte. Ja. En dat vinden we heel erg jammer. Dus daar gaat ook wat aan gebeuren. Daar zijn we nu 1,5 jaar met de gemeente in overleg.
En mogelijk dat in de loop van dit jaar er nog een gedicht in de buitenruimte van Flaquet komt. Wat klinkt dat mooi, een gedicht in de buitenruimte. Ja. Dat is al een gedicht. Ja. Ja. Hey, wil je er een voorlezen? Nu? Nu zou je dat willen? Een gedicht voorlezen? Ja, ik had... ik had gedacht om een gedicht over Flaquet voor te lezen. Nou, dat vind ik helemaal mooi. Dus, ja. En de ik-persoon, de ik die daarin genoemd wordt, dat ben ik niet. Maar dat kan iedereen zijn. Ja. Dat zeg ik maar eventjes erbij. Het gedicht heet De Delta. Ik ging naar de delta om te luisteren. Naar de vogels op de slikken. De golven van de zee. De wind in mijn oren, de verhalen in een eigen taal. Ik ging naar de delta om te kijken, naar de dijken en de duinen, de boeren op het land, de vissers op zee en naar het vuurtorenlicht, draaiend in de nacht. Ik ging naar de delta om de storm te voelen, het zout van de zee te proeven, de geuren van het land op te snuiven. Pee en Jun, herfst en hooi. Ik ging naar de delta om te werken en liep daar vele jaren heen en weer met lusten en lasten in mijn handen, met een pratend hoofd en mijn omvattend hart. Ik ging naar de delta om te redden, te troosten, op te ruimen, weg te schrobben, bezig te zijn met fusie en fusies, te herdenken, jaar in, jaar uit. Ik ging naar de delta om te rusten. Het werk was opeens voor mij gedaan. Nu rest mij slechts het luisteren en kijken. Psalmen fluisteren en wijken uit de delta. Zo. Moet ik even over nadenken. Om op te ruimen. Blijft haken. Ik ging naar de delta om op te ruimen. Nou, er moest na de ramp natuurlijk veel opgeruimd worden. Mm-hmm. Dus er zijn ook ikken geweest die hier naartoe kwamen om op te ruimen. Ik moest er al aan denken toen je die storm noemde, de wind. Wauw, het doet me ook denken, ik ging naar bommen om de brug te zien. Ik ging naar de delta om... Ja. Is daarop geïnspireerd natuurlijk. Ja. Mooi. Ja. Mooi, dank je. Dank je. Ik ga weer even naar ga maar weer naar de vrouw die jij op de stam hebt leren kennen. Ja. Dit is wat jij doet. Dit is helemaal waaraan jij te herkennen bent, waaraan jouw werk te herkennen is. Heb je wel eens de neiging om ook iets anders te gaan doen? Of dit ben jij helemaal, hè? Ja, ik heb me inderdaad wel eens afgevraagd van hoe lang ga je daar nu nog mee door? Moet je niet eens een keer wat anders gaan doen? Maar ik blijf de grapjes erin leuk vinden. Ik blijf het figuurtje leuk vinden. En mijn fantasie is nog steeds niet uitgeput. Bovendien ben je herkenbaar. Mensen zien nu meteen, dat is een Pien. Ja. En dat vind ik toch wel ontzettend leuk. Is natuurlijk heel mooi als je een eigen handtekening hebt. Aan de andere kant is het ook een gevangenis natuurlijk. Want als je opeens andere dingen gaat doen, dan herkennen mensen dat niet meer. Nee. En dan zeggen ze, dat hoort niet bij je. Of waarom doe je dat? Ja. Dat zou ik me zo voor kunnen stellen. Ja. Dus voorlopig blijf ik hier nog mee aan het werk. Ja. En je kleuren? Ja, glazuren is een verhaal apart. Het blijft altijd een verrassing. Ja. Je maakt wel van tevoren proefjes, dus je maakt kleiplaatjes en daar doe je glazuur op, je bakt het. Ja. En dan komt het eruit natuurlijk. Dan pas zie je wat voor kleur het wordt. Maar het is heel erg afhankelijk van waar het staat in de oven, of bovenin staat of onderin. Dan kan het toch net weer anders uitpakken.
Maar je weet het nooit. Je weet het nooit. Soms loopt een glazuur door. Dan heb je heel veel uren in je beeld zitten. En dan is die heel gebleven tijdens het bakproces. Want dat is ook nog wel eens de vraag. Dat gebeurt wel eens dat er een luchtbelletje in gezeten heeft. Mm-hmm. Nou, dan is die helemaal aan stukken. Maar dan ben je dus heel erg blij dat die heel gebleven is. En dan ga je hem glazuren en dan is het glazuur mislukt. Dus het blijft tricky allemaal. Ja. Ja. Dus ik ben altijd heel gespannen als ik die deur weer open doe. Ik geloof het. Zo van, hoe gaat het eruit zien? Ja. Ja. Het zijn wel hele mooie kleuren, hoor. Ja, het zijn mooie kleuren. Echt warm en diep. Ja, ik hou niet van echt die hele felle kleuren. Nee. Het is toch altijd een beetje zacht en gedekt. Ja. Ja. Ik vind het mooi. Maak je wel eens een gedicht over haar werk? Want jij bent... Jullie lijken wel complementair. Jullie vullen elkaar aan. Ik zie iemand die grapjes maakt en ik zie iemand die de ernst van het leven benadrukt. Maak jij wel eens een gedicht over haar werk? Maak jij wel eens werk over zijn gedicht? Bij welke gelegenheid het was? Toen jij een bepaalde leeftijd had, heb ik geloof ik een boekje voor jou gemaakt. Een zekere leeftijd. 35. Een zekere leeftijd. Ja. En stonden de foto's van de beelden in met haiku daarnaast. Oh. Zo had ik haiku bij de beelden geschreven. Ja, dat was heel erg leuk. Deze zich ook wel voor. Ja. Even voor de drie kijkers die niet weten wat een haiku is. Een drieregelig gedichtje wat oorspronkelijk uit Japan komt met 5, 7, 5 lettergrepen. Ja. Ja. En dat kan ik me wel voorstellen bij deze beeldjes. Ja. Ja, leuk. Ja, dat was heel erg leuk. Ja. Maar Ineke die wil niet dat de boekjes van haar werk gekocht worden. Die wil dat er beelden gekocht worden. Ik maak ook geen ansichtkaarten. Geen ansichtkaarten, geen boekjes. Nee. Nou, ik merk dat wel eens, dat mensen dus op exposities komen en overal foto's van maken. En denk ik, ze vragen het dan wel. Ja, nog niet eens altijd. Nee, maar eigenlijk is het daar niet voor, hè? Maar nee. Je mag ook zeg eens nee. Dat heeft weinig zin, want het staat ook op internet. Ja. Dus willen ze het plaatje hebben, dan kunnen ze het ook daar vanaf halen. In musea mag je ook fotograferen. Zijn maar die kun je niet kopen, die dingen. Nee. Dit kun je kopen. Ja. 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 En dat is kopen voor elke kunstenaar een heel tricky onderwerp. kopen, kunstenaars en commercie, dat is geen goed huwelijk. Nee, dat het, is, het is lastig om je eigen werk te verkopen. Ja. Daarom laat ik het ook liever door een ander doen. Ja. Ja. Ja, ik kan me helemaal voorstellen. Want maar over het algemeen verkopen die beelden zichzelf. Oh. Ja. Ja. En denk je ook wel eens aan wat groters maken? Nou, die vraag kreeg ik nu van een galeriehouder, waar ik sinds kort werk gebracht heb. En die wil nu wat grotere beelden. Dus, maar goed, dat wordt wel lastig, want vaak, kijk, deze hebben dat toevallig niet, maar hebben ze gewone benen. Ja. En van klei opbouwen, je mag er niks in stoppen, geen stukje ijzer of wat. Dus ja, dat is heel erg lastig. Ja. Ja. Dat snap ik. Ja. Ja. Maar goed, ik ga ermee stoeien en ik zie wel wat het wordt. Grappig. Ook weer een uitdaging. Grappig, ja. Ik ga weer even naar Niels. We hebben helemaal niet zoveel tijd eigenlijk. Niels, ik heb ook een gedicht opgezocht. Waarin ik getroffen werd door wat je zei. Het heet De Vlieger. Zou je dat ook willen voorlezen? Zal ik voorlezen. Het is gemaakt bij een foto van die Bram Schier gemaakt heeft. En het gedicht gaat als volgt. Inktvissen in de lucht. En hoe groot zijn ze? Ik ben verbaasd. Wat raar. Liggend op het strand blijken het vliegers van de vliegeraar. Altijd volgt er wel weer iets op. Ik ben. Het is het touw waarmee de vlieger in de lucht gehouden wordt. Vandaag ben ik dit en morgen weer dat. Steeds voegen we toe met woorden, gedachten en daden, waardoor we ons beperken.
dat laatste couplet, of hoe je het ook noemen wil, die laatste strofe. Dat kom ik meer tegen. Ik heb je gedichten doorgelezen en wie ben je? Dat is wel een thema, hè? Wie ben je? Het is de levensvraag, een van de drie levensvragen die ieder mens zich vroeg of laat stelt. Mm-hmm. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? En wat doe ik hier op deze wereld? Waar ga ik naartoe? Had je het niet? Nee, wat doe ik hier? Dat zijn eigenlijk de drie levensvragen. En de vraag naar wie ben ik? Dan zeggen we altijd van ik ben en dan volgt er iets op. Ik ben computerprogrammeur. Bijvoorbeeld, maar dat is een functie. Ja. Dat ben je niet. Sommige mensen vallen aardig samen. Ja. Ja. Identificatie. Ja, dan ben je behoorlijk geïdentificeerd. Ja. Maar ook als je zegt van, ik ben moeder of ik ben vader. Ja. Dat is ook een functie. Ja. Maar het is niet wat je in werkelijkheid bent. Nee. En wat je dus echt bent, daarvoor moet je iedere keer teruggaan naar de bron. Ja. En ik ben, dat is in de christelijke traditie de naam voor het Allerhoogste. Mm-hmm. En dat is wat je dus eigenlijk bent. Want dat zeg je. Ik ben en dan volgt er iets anders. Dus je noemt maar eerst. De christelijke traditie is het natuurlijk ik ben die ik ben. Dat is maar de vraag van of hoe dat er staat in het Hebreeuws. Ja, is waar. Want wat ik begrepen heb, is dat er twee keer gewoon ik ben staat. Mm-hmm. Ja, dat is ook en waar. En dat wordt vertaald. Oh, hier kunnen we nog heel lang over doorgaan. Maar we hebben geen tijd meer. Nee, daar hebben we helemaal geen tijd voor. Een ander programma. Ja. Jullie moeten gewoon... Weet je, ik heb dat heel vaak, hè. Dan heb ik er heel veel vragen. En naarmate het gesprek vordert, komen er meer vragen. En dan moet ik zeggen, het is afgelopen. Ja. Ja. Dus ik vraag, willen jullie volgend jaar nog een keer terugkomen? Om nog eens over de dingen door te praten. Ja? Prima. Ja. Je hebt maar twee gedichten kunnen doen. Ja. En je hebt maar een klein beetje kunnen vertellen. Maar de tijd is op. Ja, en nee, prima zo. Ja. Nee, voor nu. En ik wil jullie heel hartelijk bedanken. Jij ook bedankt. En dan ga ik... niks te danken. Dit was de huiskamer. Wilt u zelf een keer komen om iets te vertellen? Of kent u iemand die iets te vertellen heeft? Mail het ons dan via huiskamergo@gmail.com. De huiskamer wordt uitgezonden door Slogo. En terugkijken kunt u op onze website www.huiskamervanflaquet.nl. Tot volgende week.